Nou, we hebben gisteravond van kippengaas vormen gemaakt die tot een beeld moeten leiden. Dus de basisvorm is helemaal van kippengaas gemaakt. En nadat dat gebeurd was, hebben we met pur over die vorm heen gespoten. Dit en om de boel bij elkaar te houden en om het stevigheid te geven. Nou, het is nog niet helemaal klaar. Je ziet er nog wel hier en daar gaas uitsteken. Dus er moet nog wel een keer bijgespoten worden. Ze moeten ook omgedraaid worden en dan nog een keer gespoten worden. En als dat zover is, dan gaan we gewoon weer met een steenmes zorgen dat er de vorm erin komt die we erin willen hebben. En om het te kunnen schilderen, gaan we het dan met papier-mâché plakken. Nou, dan krijg je prachtige beelden. Kijk, je ziet hier al, dit is een soort vis. En deze, dat kan je ook wel heel goed zien. Dat is een gekko, een soort salamander. Ja, en die daar zou je denken van ja, wat is dat nou? Nou, dat wordt een krukje. Alleen het staat op zijn kop.